Merlin Dulsaman is gisteren afgestudeerd als master in de wiskunde aan de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR. In het Staatsoliegebouw verdedigde zij met succes haar afstudeerthesis, een onderzoek in de factoren die de werkdruk beïnvloeden in relatie tot het dienstrooster in het klinisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De onderzoeksvraag bij haar scriptie is: welk verband bestaat er tussen de factoren die de werkdruk beïnvloeden in relatie tot het dienstrooster? Het onderzoek is gepleegd op de afdelingen hematologie en klinische chemie. Om haar onderzoek te kunnen starten, moest Dulsaman eerst antwoord vinden op de vraag: wat is werkdruk? Hij zegt namelijk dat werkdruk pas optreedt als de hoeveelheid werk, de werkbelasting en de tijd waarbinnen het werk af moet zijn, het draagvermogen van de werknemer overstijgt. Het ARBO-portaal zegt verder dat werkdruk anders is dan de druk hebben op het werk. Dulsaman heeft bij het verzamelen van de data een aantal obstakels moeten overwinnen. De werkdruk was op bepaalde dagen zo hoog dat zij er niet terecht kon voor het verkrijgen van de benodigde data en informatie. Als aanbeveling gaf zij daarom mee dat het AZP als grootste ziekenhuis haar data op een gestructureerde manier vastlegt voor toekomstig onderzoek. Ook vooral het klinisch laboratorium, dat ze dus eigenlijk alle aanvragen opslaan, hè, liefst digitaal. Het zal wel heel interessant zijn voor verder onderzoek. Maar ook een andere aanbeveling wat ik wil geven is dat de aanpassing die ik heb gedaan, dat ze meenemen, mogen erover nadenken, maar vooral de maandag. Maandag is heel druk. Ik mocht elke dag bellen, behalve de maandag. Eenmaal 24 uur mag ik bellen, maar niet op de maandag. Dan begrijpt u wel hoe hard ze werken daar op de maandag. Merlin Dulsaman, die woensdag afstudeerde aan de Institute for Graduate Studies and Research Suriname IGSR. Zij verdedigde met succes haar afstudeerthesis, een onderzoek in de factoren die de werkdruk beïnvloeden in relatie tot het dienstrooster in het klinisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij verkreeg daarbij de titel van Master in de Wiskunde.